Suriname heeft een tekort aan gespecialiseerde prothesemakers. Dit zeggen Sanjay Marhee en Carmen Kasi. Zij geven dit aan in het actualiteitenprogramma In Gesprek Met, dat woensdag uitgezonden wordt. Carmen Kasi is 4 jaar terug door een infectie in haar bot haar rechter onderbeen kwijtgeraakt. Tot nu toe kan zij niet aan een goed werkende prothese komen. Een prothese is een kunstmatige vervanging of correctie van een lichaamsdeel, orgaan of onderdeel van een orgaan. Als de prothese helemaal in het lichaam verborgen is, wordt het ook wel een implantaat genoemd. Kasi had al een prothesemaker gevonden, maar zij geeft aan dat zij te lang aan het lijntje is gehouden. Maar hij, die de schoolvriend van Kasi is, vond dat het proces te lang duurde en heeft toen stappen ondernomen om zijn schoolvriendin te helpen. Dat zijn deuren platlopen en het is een nieuwe ervaring voor mij geweest. En ja, alle nieuwe ervaringen met een goed sociaal doel geven mij een goed gevoel, dat moet ik ook erbij zeggen. Een mens helpen, een ander helpen, doet mij veel. Ik ben gaan lobbyen, ik ben in de regio gaan kijken. Ik heb een vriend gevonden in Noord-Brazilië, maar toen gaat het om taalbarrière. En op een gegeven moment kwam ik in het Caribisch gebied, nee, geen gespecialiseerde. Ik heb op Curaçao gekeken. Curaçao had ook niet de nodige gespecialiseerde, want ik had natuurlijk al foto's van Carmen gemaakt. Van de broer had ik een paar nodige info gehad. Daarmee ben ik ook verder gaan lobbyen in Nederland. En toen hebben zich 2 aangemeld. Uh-huh. En ja, om ze te overtuigen dat er geen gespecialiseerde prothesemakers in Suriname zijn, was voor hun een hele grote vraag, want ze begrepen dat even niet. In Nederland, in Europa, in Amerika heb je natuurlijk een hele grote groep. En ik neem die maatschappijen niet kwalijk. Ik wil niet negatief praten over mijn maatschappij. Maar als het er niet is, vind ik wel dat er eentje kan komen. Er moet een trekker zijn. Kasi zegt verder dat ze heel erg teleurgesteld is in de Surinaamse prothesemakers. Dat ik geholpen word door iemand uit Nederland die mij binnen ongeveer een maand een prothese kan geven, geeft een gevoel van tevredenheid, benadrukt Kasi. Je hebt ook prothesemakers in Suriname. Waarom zou het hier niet kunnen? Waarom moet je hier tij en ontij bellen? Laat me niet zeggen bellen. Soms lijkt het alsof je moet bedelen om het gedaan te krijgen. Waarom moet iemand uit Nederland komen? Je zou het hier ook kunnen doen. Precies. En dat is dan wel een beetje droevig. Ook na nog. De amputatie is het ziekenhuis eigenlijk al klaar met je. Het ligt aan jou. Wil je verder gaan? Dan ga je naar het revalidatiecentrum en dan kan je daar... er zijn prothesemakers daar. Je kan misschien buiten het revalidatiecentrum ook vinden. Dat hebben wij niet gedaan. Via het revalidatiecentrum hebben we 1 of 2 prothesemakers gesproken. Bij de tweede ben ik toen in zee gegaan met hem. Maar ja, we zijn nu 2,5, bijna 3 jaar verder. Ik heb nog geen prothese. En niet deze voorbeeld van een prothese ook nog? Nee. Ik had al een prothese. Dat uh-huh. moest bijgewerkt. Ik had al een prothese. Ik oefende al ermee. Oké. Okay. Maar... hij zit nooit goed in 1 keer. Uh-huh. Je moet elke keer passen. Okay. En daar ben ik blijven haken met hem. Dus hij heeft het gemaakt en het bijstellen dat het goed zit bij uw bovenbeen. Ja. Dat heeft 3 jaar geduurd. Daar heb ik zeker 8 of 9 maanden niks meer van hem gehoord. Carmen Kasi, een mevrouw met een geamputeerde onderbeen, met wie wij hebben gesproken over onder andere het tekort aan gespecialiseerde prothesemakers in Suriname.